een snedevlak plaatsen in SketchUp 2019.2. Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be en Masters in SketchUp. Een update in SketchUp 2019.2 is hoe dat je een snedevlak plaatst. Nu, de functie blijft hetzelfde, maar het verschil zit erin. Je neemt de snedetool, Section Plane, en dan plaats je deze. En als je dit doet in 2019.2, ga je niet merken dat het veranderd is. Om misschien de heel simpele reden dat het nu logischer is gemaakt. Want dat moest ik in voorgaande versies doen. Maar op het moment dat ik de snedetool nam, kreeg ik het venster waar ik de naam van de snede en het symbool van de snede kon invullen. Maar ja, misschien ben je nog niet 100% zeker waar je welke snede gaat zetten. En dat je pas als je de snede hebt gezet, beslist, oké, dat is deze snede. Dus het is gewoon een verandering in workflow die misschien logischer lijkt. Dus je neemt de snedetool, je zet nog altijd de snede waar je ze wil hebben. En dan pas krijg je dit schermpje waar je dan de naam en symbool kan ingeven. Dus in de werking is niets veranderd, maar het is eigenlijk gewoon misschien een net iets logischere workflow. Snede plaatsen en dan pas de naam geven. In plaats van vroeger snede aan, zeggen dat je een snede wil plaatsen, naam geven en dan pas de snede plaatsen. Kleine verandering die mogelijk net iets aangenamer is. Vond je dit een nuttige tip? Graag een duimpje of een likeje en kijk je deze video op Facebook of LinkedIn. Boven deze video vind je een link naar ons YouTube-kanaal. Daar kan je je abonneren, klik dan ook op het belletje. En op die manier krijg je een melding wanneer wij onze dagelijkse SketchUp-tip uitbrengen. Tot in de volgende video.